Hey, welkom bij deze speciale festival update, want vandaag ga ik iets heel spannends doen. Ik ga namelijk Ronnie Flex verrassen bij hem thuis. Ronnie gaat natuurlijk optreden bij het Nickelodeon Family Festival. Super cool. En ik heb vandaag een heel speciaal cadeau voor hem in Dora pakpapier. Ja, hij schijnt dus echt vet fan te zijn van Dora. En daar wil ik wel wat meer over weten. En daarbij heb ik ook nog de blimp die hij heeft gewonnen dit jaar bij de Kids Choice Award. Dus die ga ik vandaag aan hem overhandigen. Maar moet hij wel thuis zijn natuurlijk. Ja, even kijken. Hey, Ronnie. Hey. Ik heb een cadeautje voor je. Oh, chill. Gezellig. Dankjewel. Welkom. We zijn Hallo Nickelodeon Kids. Zag het al. Ik heb een heel leuk cadeautje voor je. Ja. Ik heb namelijk gehoord dat jij een speciale connectie hebt met Dora. Ik heb zeker een connectie met Dora. Ja? Ja, ja, zeker. Ik droeg vroeger ook wel Dora gear. Wat dan? Nou, ik had vroeger wel rugtassen van Dora. Nou, dan hoop ik dat je mijn cadeautje leuk vindt. Ja. Ik zou zeggen, pak hem uit. Oké. Oh, zo, wat is dit voor iets geks dan? Yes, super nice. Sick. De tas van Dora, je cool, ziet het. Hè? Ja, het is gewoon de enige echte. De enige echte. Laat maar kijken of die nog past. Of die nog een beetje staat. Ja, dit staat jou echt perfect. Dit staat me? Ja, echt. Kijk, daar is een mooie trui. En dit is volgens mij ook echt een soort van limited edition. Dit is limited, trui. Dit is limited. Ja, dit is echt cool. Dit is wel echt heel sick, hè? Ja, hè? Ja, ik vind hem ook echt nice. Ga je hem dragen? Ja, zeker, man. Nice. Ja, zeker, man. Dank jullie wel. En dan heb ik natuurlijk nog iets bij me. Nog iets? Ja, het houdt niet op met de cadeautjes vandaag. Oké. Dit is iets waar die kreeg je nog van ons goed. Oh, en, dat is niet tegen. Je had hem niet in ontvangst kunnen nemen. Ik had hem niet in ontvangst kunnen nemen. Vandaag heb ik speciaal voor jou vandaag. Yeah. Een hele echte blank. Top. Dit is de Nickelodeon Award toch die ik heb gewonnen. Ja. En de winnaar voor favoriete ster Nederland. Ja, favoriete ster Nederland. Dankjewel. Dus bij deze overhandig ik hem aan jou. Top, dankjewel. Zo, met mijn naam erop alles. Ja, favoriete ster. Oeh, hij is ook lekker zwaar. Hij is zwaar, hè? Ja. Maar weet je wat ook cool is? Je kan er ook dus doorheen kijken. Het is een soort van wow. Ja. Top. Ja, ik heb een hele mooie plek hiervoor. Ja, waar dan? Dus een... Mijn Buma Award en mijn Edison. Hey, en je komt natuurlijk naar het festival. 26. Ik kom naar het festival, kom gezellig optreden. Ja. Ja, ik heb er zin in. Ja? Ja, ik vind het altijd leuk om voor de kids op te treden. Wat vind je er zo leuk aan? Nou ja, kinderen zijn altijd heel erg enthousiast. Eigenlijk misschien nog 3 keer zo enthousiast als volwassenen. Ja. En ze zingen liedjes keihard mee en ze zijn heel erg blij met het feit dat ik aanwezig ben. Yeah. Ik vind het heel mooi. Hoe voelt het dan als je dan op het podium staat en je ziet iedereen zo helemaal losgaan? Ja, ik vind het altijd heel speciaal en ik word er altijd wel, krijg er wel adrenaline van en ik word er wel heel blij van. En zeker als ik al die kids zie, zie ik ook super kleintjes ertussen die dan die liedjes kennen, dat ik bij mezelf denk van zo, oké, dit nu al, zeg maar. Ja. Ik vind dat heel leuk. Vet. Ja, dit is een festival, wordt voor het eerst georganiseerd en waarschijnlijk zijn er ook heel veel kids die voor het eerst naar een festival gaan. Heb jij nog tips voor ons? Of? Nou ja, zeg, ga vooral lekker vroeg slapen de dag van tevoren, kom uitgerust. Ja. Eet extra veel snoep, zodat je extra veel energie hebt. Wat ga je aandoen? Nou ja, die trui wordt een beetje warm op het podium. Maar ja, ik ga deze rugzak sowieso zeker aandoen. Ja, gewoon lekker kleurrijke outfits, man. Misschien ook een beetje oranje in het teken van Nickelodeon. Nice, vind ik een goeie. Ja, toch? Wil je nou Ronnie zien optreden op 26 augustus? Kom dan naar het Nickelodeon Family Festival en dan zien we je daar. Zeker. Yes. Yes.